Hey, super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe Shein shoplog. In deze shoplog laat ik ontzettend veel leuke zomeritems zien. Jurkjes, topjes, bikinis, ik heb het allemaal. Dus vergeet zeker niet te blijven kijken. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me zeker niet te supporten door op de rode knop te klikken. Nou jongens, daar zijn we weer met een nieuwe Shein shoplog. Shein shoplogs zijn echt mijn fave. En dit wordt een summer shoplog. Want ik vertrek letterlijk morgenochtend, eigenlijk vannacht, naar Shekintos samen met Stan. En daarvoor heb ik natuurlijk ontzettend veel leuke zomerjurkjes nodig, topjes, noem het maar op. Dus deze Shein shoplog staat helemaal in de ban van op vakantie gaan en ja, leuke items die je daarmee naartoe kan nemen. Heb je nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Zoals ik zei, is bijna de helft gewoon niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dat is zo zonde. Dus ben je nog niet geabonneerd? Vergeet zeker niet mij te supporten en op die abonneerknop te klikken. En wil je me nou nog verder stalken? Follow me on the gram. Dus @sarahvoert. Ik heb weer een huge ass doos. Ik ben heel erg benieuwd. Het zou natuurlijk geen Shein video zijn zonder een kortingscode. Dus natuurlijk heb ik er een vet lekkere kortingscode voor jullie geregeld. Alles op Shein is natuurlijk al vet goedkoop. Maar met mijn kortingscode 15SARAQ2, dat zal hier in beeld staan, krijg je dus extra korting bovenop alle items, de hele website. Het is 15SARAQ2, 15% korting op alles. Dus vergeet zeker niet de beschrijving te checken. Er staat de kortingscode, linkjes, de maten, alles staat erin. Dus alles wat je nodig hebt is daar te vinden. En dus vergeet zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. Disclaimer, er is natuurlijk nu helemaal something going on van de invoerrechten met Shein. Maar don't worry guys, met Shein heb je dus geen invoerrechten. Dit komt omdat ze ook distributiecentra hebben in Europa. Dus je hoeft niet €44 extra te betalen. Dus don't worry, all panic, maar Shein, she saved us. Alle kosten die er wellicht zijn, zijn voor Shein zelf. Dus ja, weet je, helemaal chill. Ik was ook echt van, no, niet mijn favoriete website. Dus ja, laten we maar lekker gaan beginnen. Ik ben zo ontzettend benieuwd. Laten we de doos even openen. Oh my god, het eerste wat ik zie is zo leuk meteen al. Dat is zo'n rieten hoed. Jongens, hoe leuk is dit voor op vakantie? Ik ben fan. Ik vind dit dus echt zo ontzettend leuk. Ik vind het heerlijk dat hij lekker groot is. Lekker diva. Maar het is wel echt cute omdat het van riet is. Oké, dus dat was het eerste. Het is een accessoire, een leuke rieten hoed. Jongens, besef al deze kleurtjes. Oh my god. Dit is zo leuk. Al die kleuren. Echt, ik word er helemaal blij van. Oh my god, ik kan niet wachten. Ik heb dus allemaal leuke bloemenjurkjes, topjes. Ik heb ook bikinis en van die bikini covers. Sexy. Ik ben echt blij dat dit pakketje binnen is gekomen voordat ik vakantie gehad. Het was echt twijfelachtig. Het was best wel snel. Dat is bij mij echt, denk ik, binnen een week, anderhalf. Ik denk 10 dagen ongeveer, zoiets. Dus dat was echt super chill. Oké, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen, want ik vind het gewoon allemaal leuk. Ik begin van ergens. Als eerst hier, volgens mij is het een jurkje. Ja, dit is een ontzettend schattig jurkje. Check dit. Ik heb volgens mij alle jurkjes in maat M, dus dan weten jullie dat. Hij heeft wel lange mouwen, maar dat is wel leuk voor in de avond, als het bijvoorbeeld wat afkoelt. En ja, en de taille is een beetje getailleerd, dus let's try it on. Oké, hij zit echt perfect. Hier, ik was bang dat hij misschien hier wat te ruim zou zijn, maar hij zit hier eigenlijk bij de décolleté perfect. Ook perfecte lengte, niet te kort. Leuk, dat getailleerd. Helemaal leuk. En nou, zo lekker kleurrijk. Dit is iets waar je mee wil flaneren als je op zomervakantie bent. Je hebt hier dus bij de mouwen een knoopje zitten. En dan kan je hem dus zo strak maken. Oh, wat leuk. Wat leuk. Oké, ik word al helemaal blij van het eerste jurkje. Top dit. Dan ga ik eigenlijk gewoon maar door met het volgende jurkje. Deze is
groen. Ik ben helemaal into de kleur. In ieder geval met winterkleding echt totaal niet. Maar in de zomer, ja, we need to spice things up. Dit is een off-the-shoulder jurkje. Hij heeft hierachter dus een rits. Stel je past er niet in. Maar deze wil je dus zo off-the-shoulder. Hij ziet er best wel kort uit. Een mogelijkheid die ik zie is de shoulder. Maar hij is dus best wel aan de korte kant, lijkt mij. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Nou jongens, totaal niet. Hij zit zo goed. Hij zit dus echt heel mooi aangesloten. Best wel een soort van strak nog. En hij is wel gewoon lang. Dus ik dacht echt, hij komt tot hier. Maar nee, heel erg schattig ook. Ja, dit vind ik echt leuk voor overdag of zo, weet je wel. Echt super schattig. Hij is dus lekker off the shoulder. Oh, wat een schattig jurkje zeg. Ja, dit vind ik echt heel erg leuk. Deze heb ik, ja, volgens mij heb ik gewoon alles in de maat M, maar het staat sowieso in de beschrijving. Heel erg leuk printje met die bloemen ook. Super cute. Oké, dan heb ik een accessoire. Een tas namelijk. En dit is ook zo'n rieten tasje. Ik heb dat dus helemaal niet eens. En ik vind dat zo ontzettend schattig. Hij is heel erg simpel gewoon. En dan kan je dus hier... Er zit zelfs een rits in. Dus op zich best wel goed. Je kan echt wel gewoon lekker je telefoon en je camera voor mij dan erin doen. En ik vind dit zo schattig staan bij dit soort jurkjes. Dit maakt echt zo'n leuk strandlookje. Helemaal compleet. Lekker mee te nemen voor vakantie, voor op het strand. Hij is niet per se heel stevig, maar ik bedoel, dat zijn dat soort tasjes ook niet per se. Maar heel erg schattig voor op het strand, lekker vakantietje. Dan, ja, ik vind dit echt zo'n must-have tasje. En ik vind het echt chill dat hij zomaar gevoerd is. Dus je kan echt het spullen kwijt en er komt niet allemaal zand in bijvoorbeeld. Oké, dan heb ik hier volgens mij een heel schattig bloemenjurkje ook. Deze heeft dus een open rug. Hij is van voor zo. Dus ook een beetje op de shoulder. Best wel een soort wijd. En aan de achterkant heeft hij dus een open rug. Ik zit even te kijken. Ja, ik denk dat je hier dus dan geen BH onder doet. Of je doet het over je bikini heen. Oh, en hij heeft hier ook weer een rits. Dus hij zou wellicht wat strakker zitten dan daar. Heel erg leuk. Hij zit er ook kort. Oh, nee jongens, het is een broekpak. Oh, het is een jumpsuitje. Oh, dat vind ik nog leuk, want dan zie je dus mijn lekker niet meer kont. Oh my god. Guys, wat een ontzettend schattige dingen allemaal. Ja, echt. Ik kan er niet over uit. Ik heb hem nu een beetje zelf aan moeten doen. Dus hij zit nu een beetje los. Maar ik kan hem dus hier aan de rug, hier natuurlijk wat strakker zetten. Maar ja, hoe leuk is dit? Dit is dus echt een leuk jumpsuit voor over het strand, over de bikini heen. Maar ja, ik heb hem nu zonder BH. Dat kan net zo prima. Hartstikke leuk en schattig. I totally like it. Het zijn allemaal van die lekkere luchtige dingen ook. Weet je, je krijgt het hier sowieso niet heet in. Oh, het is zo schattig. Ik vind die printjes allemaal zo leuk. Kijk hoe cute. Ik denk ook nog een jurkje. Deze is weer in het groen. Met witte bloemetjes. Het voelt allemaal wel echt als best wel goede kwaliteit. In ieder geval, je betaalt natuurlijk niet voor de beste kwaliteit. Maar het voelt echt niet heel belabberd of zo. Dat je denkt, wat heb ik nou weer? Oh, dit is gewoon heel simpel, maar super schattig. Kijk, een superleuk jurkje met korte mouwen. Met een beetje een pofrokje en een koordje eromheen. Ja, dit is gewoon altijd top. Het is altijd schattig en leuk. Nou, dit is ook super schattig. Gewoon een heel basic jurkje. Leuk met dat rokje zo. Ja, gewoon korte mouw. Dit is gewoon altijd chill. Altijd leuk om aan te trekken. Ja, ja, er kan zo weinig misgaan aan zo'n jurkje. Ik weet niet, ik vind het heel erg schattig. Zit echt perfecto. Dit is ook een dubbele rok. Ja, dit is toch schattig, jongens. Dit wil je toch? Dan heb ik nog een accessoire. Namelijk deze tas. Ik zie deze vorm tassen best wel vaak. En ik vind het zo leuk. Kijk hoe schattig dit is. Ja, ik vind dit ontzettend cute. Met een drukker. En ja, dit vind ik gewoon zo schattig bij een jurkje. Zou het hierbij staan? Ja. Op zich vind ik het wel grappig, al die groentinten. Heel erg leuk. Maar dit is ja, echt gewoon een
klein leuk tasje voor als je gaat uit eten en even je telefoon en zo wil meenemen. Oké, ik denk dat dit het laatste jurkje is. Ja, heel erg leuk ook. Deze heeft ook lange mouwen. Volgens mij is dit echt precies hetzelfde soort jurkje als ik in het begin aan had, maar dan in een ander printje. Ook heel erg schattig. Ik denk dat je hier zoveel aan hebt. En deze lange mouwen zijn ook gewoon nog lekker als bijvoorbeeld het kouder is of je bent in Nederland. Of het koelt af in de avond, dan zijn deze echt top. Lekker met uit eten of zo. Oh mijn god, ik vind deze jurkjes zo leuk. Ze zitten echt gegoten gewoon. Echt perfect gewoon. Zo leuk met die taaien dan zo. En nou, ik vind het helemaal leuk. Ik zie mezelf hier al helemaal in Veneera op Griekenland. Yo! Jongens, ik kan niet wachten. Ik ga gewoon fucking vannacht op vakantie. Ik ben al op vakantie deze video live staan. Ik ben helemaal fan. Helemaal fan. Ik heb hier geen slecht woord over te zeggen gewoon. Jongens, ik kan nu al helemaal... Ik kon al niet wachten op mijn vakantie. Maar als je leuke kleding hebt om op vakantie te dragen, dan... Oké, dan heb ik nog twee topjes. Het eerste topje is deze. Die vond ik heel erg leuk. Die heeft zo'n leuk patroontje erin. En deze gaat dus zo om je nek knopen. Ja, gewoon een heerlijk zomertopje. Heel erg leuk, lekker fel kleurtje. Oh mijn god jongens, kijk wat een leuk model. Hij loopt dus hier wat puntiger. En dan loopt hij hier zo achter, dus dan zo. En dan open rug. Ja, ik heb hier dus nu een strapless BH onder. Ik krijg altijd de vraag waarom ik strapless BH vandaan haal. En ik heb die van H&M gewoon. Echt... Nou, wat een leuk ding. Ik vind het zo'n leuk topje. Hier dus lekker zo knopen. Loopt hij wat puntiger uit. Super schattig. En dan van achter dus lekker zo. Nou, echt. Ik heb letterlijk nog nooit zo'n leuke inbestelling gehad. Ik meen het. Of ik bestel gewoon altijd verkeerde dingen. Maar ik heb gewoon met alles dat ik denk, ja. Ik heb zo vaak dingen tussen dat ik denk, leuk, maar zou ik het veel dragen? Echt, ik heb nu bij alles, ik denk, ik ga dit dragen op vakantie. Dan heb ik nog een topje. Ook gewoon een heel erg simpel, lekker zomertopje. Ik vond hem wel schattig. Die ziet er zo uit. Ik heb de topjes trouwens in de maat S. Wit met ja, roze stiksels. Ja, ik vond het wel schattig, wel cute. Ik denk dat het echt vet leuk kan staan. Oké, dit is het topje. Hij past niet op dit broekje. En hij scheet ook een beetje door, dus ik moet er even een witte BH onder doen. Maar hartstikke leuk ook. Ja, echt perfect. Ik vind het zo leuk op een spijkerbroekje of zo. Dit is toch leuk, jongens. Gewoon heel simpel, maar toch echt wel heel erg leuk. Love it, love it, love it. Waarschijnlijk krijg ik echt wel de vraag, hoe kan je nu al bruin zijn terwijl je nog eens op vakantie bent geweest? Ik kreeg namelijk altijd die vraag. Maar ik word gewoon snel bruin. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb gewoon geluk. Oké, en dan als laatste gaan we door naar de bikinis. En de cover-ups voor de bikinis. Oh nee, dat is helemaal niet waar. Ik heb hier nog iets. Een zebraprint. Ik weet niet wat het is. Een jurk. Hele leuke jurk voor in de avond als je voor dinner gaat. Oh, wat schattig. Wat leuk. Oh, ik denk dat dit zo leuk gaat zijn. Ik ben verliefd. Kijk hoe leuk. Ik heb dus heel weinig lange jurken. Hij loopt dus heel erg lang door. Maar oh, wat leuk. Het is echt leuk voor een fancy dinner. Leuk jurkje. Oh, oh. Jongens, ik word zo obsessed en gelukkig. Wat erg dit. Maar echt voor een classy dinner is het mooi aangesloten zo. Oké, maar dan nu echt door naar de bikinis en de cover-ups. Als eerst heb ik deze bikini. Ik heb altijd bikinis met een high-waisted broek. Omdat ik me toch nog een beetje schaam voor mijn buik. En daarom zijn die high-waisted bikinis echt top. Ik vond het wel een schattige, ja, kleurrijke bikini. Ik heb vet weinig kleurrijke. Nou, ik heb wel heel veel... Eén kleur, maar niet verschillende kleurtjes. En ik heb ook van die cover-ups. Dus ik dacht, als je bijvoorbeeld zo'n classy zwarte cover-up hebt. En dan zo'n gekleurde bikini eronder. Dat is vet leuk. Dus dit is het broekje. En het topje is gewoon heel simpel zo. Maar ja, ik vind het echt vet leuk. Ja, super schattig. Alright, dit is de bikini. Ik vind hem echt
top zit. Ik vind dit echt de perfecte hoogte. Dat je er zeg maar net niet je buik ziet. Maar wel gewoon mooi netjes aangesloten. Super leuk topje. Dit zijn echt top bikinis. Gewoon best wel basic, maar wel een leuk printje. Dit model, mijn bikini, is echt... Ja, dit vind ik echt top. Dit vind ik zo mooi zitten. Oké, dan voor bovenop de bikini heb ik dus hier een leuke zwarte cover-up. Ik denk die in twee delen is. Maar hier is de top. Heel erg leuk. Met van die touwtjes aan de zijkant. En dit is de bottom. Jurkje, rokje bedoel ik. En die heeft dus ook van die touwtjes hier aan de zijkant. Dat je het kan aantrekken. En dan loopt hij dus schuin naar beneden. Ja, echt. Mij bellen gewoon. Dit is toch gewoon echt te leuk voor woorden. Dit vind ik ook echt. Ik ga ook naar Gerso met mijn girls. En dan als je daar lekker op een beach party staat. Of een pool party. Dan wil je gewoon dit aan. Ik vind het echt super, super, super leuk. Love it. Het zit echt perfect ook bij deze bikini. Maar ja, je kan natuurlijk in principe over alle bikinis gooien. Maar heel erg leuk. Heel erg leuk. Dan heb ik hier nog iets zwarts. Ik weet niet meer precies wat dit is. Oh! Volgen. Dit is gewoon een rok. Heel erg leuk ook, kijk. Dus dan heb je de bikini gewoon zo. En dan heb je hier een leuke rok die je kan knopen. Ja, dit vind ik ook ontzettend leuk. Dit kan echt over elke bikini. Gewoon een zwarte, simpele rok. Dit kan je echt gewoon op alles dragen. Heel erg leuk. Je hebt toch gewoon even iets over je bikini heen. Maar ja, ik kan hier wel gewoon lekker mee flaneren. Dan heb ik hier een cover-up en die is wat meer classy. Deze zou ik eerder over een... over een bikini doen. Over een zwarte of zo bikini. Maar ja, ik ga niet helemaal zwarte bikini hiervoor aantrekken. En deze is een beetje beige met goud. Hoe leuk. En ja, dit is ook gewoon van een beetje gaas, cover-up. Mooie curves erin uit laten komen. Hartstikke leuk. Kijk hoe leuk. En dan op een zwarte bikini zitten dus hier aan de zijkanten twee splits. En van achter is die heel erg mooi. Zo laag. Op deze bikini vind ik het mooi. Maar ik zou hem op een mooie zwarte bikini doen of zo. Of gewoon een witte. Of gewoon wat rustiger. Ja, dit vind ik ook echt super leuk voor een feestje of zo. Als je op het strand hebt. En dan dit erover. Maar ja, net zo chill op lekker op zakien als op het strand. En je wilt even een ijsje halen of een drankje. En dat je even dit erover je nagel heet. En hartstikke leuk. Ja, helemaal verliefd. Oké, en dan zijn we weer aangekomen bij de laatste item. Ik vind het gewoon jammer, want er is letterlijk geen één item waarvan ik denk, dit vind ik niet leuk. Maar dit is een bikini met een wikkelrokje eromheen. Dit vind ik ook zo schattig. Dit is het topje. Het topje is gewoon een triangle. Super schattig met die bloemetjes. En gewoon een simpel broekje erbij. Heel erg schattig. En dan heb je dus zo'n wikkelrokje eromheen. Heel erg leuk. Eigenlijk ook een soort cover-up natuurlijk. Dus ja, dit is één set. Nou, kijk hoe schattig dit is. Dit is toch te cute voor. Ik zit al een beetje te kijken hoe het met dit zit. Want het zit best wel los. Maar ja, dit is toch gewoon wat je wil. Even serieus. En ik vind een bikini zonder dit ding ook net zo leuk. Heel erg leuk topje ook. Ja, dit is toch te cute. Ik vind alles echt... Dit was zeg maar mijn verwachting. Gewoon echt leuk. En het zit allemaal echt hier. Echt. Ik ga alle hele zooi show en zo in mijn koffer pleuren. Echt, ik neem alles mee. Oké, ik heb even omgekleed naar iets anders. Vet leuk top van Chiquelle. En deze broek is van bij Jules Fashion. Ik krijg altijd de vragen over. Maar goed, dit was de huge Shein Summer VK shoplog. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik heb echt genoten van elk pakketje die ik open mag maken.
superleuk. Ik ga letterlijk alle items meenemen. Ik ga vannacht weg. Wil je nou iets bestellen? Vergeet dan dus niet mijn kortingscode 15SARAQ2 te gebruiken voor 15% korting op de gehele website. Ik hoop dat jullie de video dus leuk vonden. Vond je de video leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet dus niet om mijn YouTube kanaal te abonneren. Notificatie aan te zetten. Dan hoef je nooit meer een video te missen. En hoef je nog meer mijn leuk gezicht te missen. Nee. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.